Yes, yes. We zijn er weer. Aflevering 2, seizoen 3. Mijn naam is Ben Kremers. Ik zit hier met Marvin Leter en met Bas Kremer. We wisten alleen de S op het einde. Ja. Het is geen familie. Geen familie inderdaad, ja. Nou, we zijn wel even gespierd natuurlijk, hè. Beetje special force van de gek. Nee joh, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Fijn dat jullie luisteren. We waren natuurlijk nog steeds bij jou, Bas. We hebben natuurlijk heel veel over veerkracht gehad en dergelijke. Even een totaal andere vraag. Jij bent een vader van 3 kinderen. Ja, klopt. Als we aan hun zouden vragen wat voor papa jij bent, wat voor antwoord zou er dan uitkomen? Nou, die jongste 2 nog niet. Die kennen natuurlijk niet zoveel natuurlijk. Die zijn heel jong. Die zijn nog heel jong. Die zijn nog jong, ja. Alleen, ik denk dat er wel een groot verschil is tussen de oudste en de jongste 2. Want die oudste, daarbij was ik nog heel veel weg. Toen was ik nog operator bij het Korps Commandantroepen. Dus die zou wel kunnen zeggen, ja, die pa die best wel heel veel weg was. Maar in de weekenden dat ik er dan wel was, dan was ik er ook wel echt 100%. Ja. Dat moet ik dan, en dan hoop ik ook dat zij dat ook erkent. En nu denk ik dat, want dat komt uit de vorige relatie. Dus ik zie haar eigenlijk 1 keer in de 2 weken een weekend. En dan wil ik, ja, dan heb ik ook zoveel mogelijk aandacht wel voor haar. En ik denk dat ze dan ook wel zegt, we kunnen mega lachen met elkaar in de auto. Want ik haal haar op en breng haar terug. Okay. En dan zitten we toch even een tijdje in de auto en dan zijn we wel veel aan het lachen. Ja, ja. Mooi. En als ik dan aan je vriendin zou vragen, over wat voor vader jij zo bent voor die jongste 2? Ik denk een beetje de exploratievader. Dus ik wil ze vooral zoveel mogelijk laten verkennen. Dus exploreer maar een beetje. En als het dan echt onveilig wordt, dan kom ik wel een keer in de hoek. Maar ik wil ze vooral zelf de wereld laten verkennen. Niet zoveel opleggen of aanleren. Want die kinderen die leren zichzelf vooral heel veel aan. Mm-hmm. Daar zijn ze eigenlijk voor in de wieg gelegd, letterlijk. Liefde en veiligheid, dat zijn eigenlijk de 2 sleutelwoorden waarmee ik waarin ik ze laat groot worden. Ja. Want dat worden ze in principe vanzelf. Ja. Met die liefde en veiligheid. Ja, ja, mooi. Ja, we stellen die vraag wel vaker aan sommige gasten. Omdat wij zijn ook allebei vader, ook relatief jonge kinderen. Naima is nu 7 toch? Naima 7 nu? Ja, 7. Ja, 7. En mijn zoontje, Sef, is ook 7. En ik heb nog een dochtertje van 5. Leuk. Dus dat is mooi. En het is toch een ongrijpbaar iets, hè, als je voor het eerst vader wordt of iets dergelijks. Hè, als je kinderen hebt. Ja, ja, zeker. En, voor mij voelen ze allemaal als weer een eerste kind. Want de eerste was sowieso natuurlijk een eerste kind. Nou, ja. Die tweede die kwam 10 jaar later in een andere relatie. En die derde die kwam veel en veel te vroeg. En dat was weer een helemaal geval apart. Ja. Die was 3 maanden te vroeg en heel ziekenhuistraject. Maar nu is dat helemaal wonderbaarlijk genoeg helemaal goed gekomen. Voor zover we dat nu kunnen inschatten. Ja, mooi. Maar het voelt allemaal compleet anders. Maar goed, dat zal iedereen misschien wel, alle ouders misschien wel vinden. Ja, precies. Dus, mooi. Wel mooi dat je liefde voor een veiligheid ook benoemt. Ja, ja, absoluut. Dat, ja. En dat is absoluut niet moeilijk, vind ik, om die liefde te tonen. Want ze zien er zo, ja, ik weet niet of daar een woord voor bestaat, maar als je ze ziet, dan zien ze ook zo eruit van, oh, wil je ook alleen maar knuffelen en liefde geven met die grappige oogjes en kleine handjes en lieve lachjes en dat is gewoon hartstikke leuk, ja. Ja, tof. Ja. Ja, het is wel mooi, want als je jou op tv ziet, dan zit je natuurlijk in je bloedrondrol. Ja, nou ja, precies. Dan word ik altijd een beetje bang voor je als ik je dan zo zie. En dan thuis ben je natuurlijk gewoon, hebben die rol natuurlijk niet. Dan hebben we weer een andere rol. Ja, ja, dat is de tegenstrijdige feedback altijd die je krijgt. Van, Jezus, van de mensen die mij dus kennen. Van, ben je streng op dat programma, joh. En de mensen die mij na dat programma in levende lijven zien, die zeggen, oh, je bent ook nog best goed lachen. Ik ben best aardig. Dus op zich zet ik een goed contrast weg, want dan lijk ik ook misschien nog veel aardiger dan dat ik daadwerkelijk ben. Ja, precies. In het echt. Ja. Ja, en die baard staat natuurlijk goed. Dus dat, boze baard. Ja. Dus nee joh. Hey, ik wil even een stelling met jullie doen. Leuk. Jullie mogen kiezen één van de 2 stellingen. Alle kinderen moeten tot de puberteit genderloos opgevoed worden. Of alle leerlingen moeten na hun eindexamen verplicht een tussenjaar nemen. Ik vind die lastig hoor. Ik neig eerder naar 2. Ja, 1 vind ik ook interessant. Ja, weet ik veel.
Ja, ik zou die tweede doen. Die tweede? Ja. Dus alle leerlingen moeten na hun eindexamen verplicht een tussenjaar nemen. Ja. Zijn jullie het daar ook mee eens? Of? Nee, dat, dat niet. Nee. Dat hoort. Ja, ik ben het niet eens. Bij het woord moeten. Wat ik net zeg, ik hou ook niet van verplicht. Van het is meer dat die in contrast met die andere vind ik gewoon iets, ja, iets beter. Ja. Ja, dan moeten we opeens een mening gaan geven over genderloosheid en dergelijke natuurlijk. Is dat lastig? Nee, is niet lastig, maar ik ja. Praat er liever niet over. Ik praat er graag over, maar ik voel er niets bij, man. Nee. Weet je, wat was die stelling? Je hebt weer lekker geluisterd, jij. Nee, maar ik wil even precies de stelling. Alle kinderen moeten tot de puberteit genderloos opgevoed worden. Ja, maar daar heb je weer die moeten. Ja, dat is waar. Dus het gaat om het stukje moeten. Ja. Oké. Okay. En alle leerlingen moeten dus na hun eindexamen verplicht een tussenjaar nemen, is colder. Ja. Ja. Ja, als je tussen, ik vind het alleen maar voordelig als je een tussenjaar neemt. Ik bedoel, van naar je middelbare school is het Ik vind het ook wel een verschil of je dan VWO hebt gedaan of VMBO. Dat bedoel ik niet, dat het niveau maakt me niet zoveel uit. Maar dan ben je 15, 16 en de andere ben je 18, 19. Daar zit toch ook wel een verschil in, toch? Nou, ik denk eerder dat het gewoon... Dat school is niet het, niet het enige wat onderwijs is. Ik bedoel, we noemen dat wel het onderwijs, maar ik bedoel, voor kinderen is in wezen alles onderwijs. Dus ook de peer group waar je na schooltijd in het fietsenhok staat, of de ouders die je hebt, of whatever je noemt bent, alles is een vorm van onderwijs. En ik denk als je eventjes een tussenjaar neemt van school, dus niet alleen maar informatie in je hoofd propt, maar ook gewoon voor de wereld ervaart en gewoon even lekker leeft, dat sowieso een heel goed onderdeel van hun leven zou kunnen zijn. Eens zo, ja. Zoals je weet, ik ben van de creativiteit. Oh, echt? Zo cool. van de kunstuiting. En afgelopen zaterdag was ik natuurlijk op een plek, omdat mijn dochtertje daar was. En die eigenaar zei ook van, je hebt school, belangrijk. Maar wat hij eigenlijk belangrijker vindt, is dat je ook een stukje creativiteit gewoon eigen maakt. En wat voor creativiteit het is, voetbal, honkbal, dansen, muziek maken, wat dan ook. Dat is jezelf rijker maken als mens. Dus daar moet je ook je craft in ontwikkelen. Dus ja, natuurlijk vind ik het een goed ding als zeg ik dat als docent dat je even een jaar pauze kan nemen. Maar ja, of het moet. Dat is toch opmerkelijk dat dan naast het onderwijs. Ik bedoel, dat is toch de essentie van onderwijs, zou ik zeggen. Ja. Creativiteit. Ja. Stimuleren. Ja. Ja. Ja, maar ja, dat zou je denken, maar zo gaat het in de praktijk er niet aan toe. Precies, en dat bedoel ik nou, en ik wil niet terug naar het hele vorige onderwerp, van dat is nou een fundamentele menselijke kwaliteit, creativiteit. Ja. Informatie in je hoofd proppen, dat is nou echt zoiets van wat nou niet fundamenteel is om als mens te kunnen. Want mijn telefoon, daar kan echt veel meer informatie in dan in mijn hoofd. Ja. Alleen creëren vanuit creativiteit en bewustzijn en aandacht ergens op richten, ja, daar kunnen wij wel als mens wel op ontwikkelen. Als dat dan in een tussenjaar moet, omdat dat op school niet gebeurt, dan kun je inderdaad wel afvragen wat er op onderwijs dan precies gebeurt. Ja. Ja. Maar dat dus. Ja. Nou ja, mooi. Dus is het trouwens ook zo dat, zou je de dienstplichten invoeren, als jij dat zou mogen... Nee. Waarom niet? Nou, het ligt er ook aan wel wat er onder dienstplicht verstaan wordt. Ik bedoel, wat interessant is misschien, is om... te leren dienen. Dus dat iedereen een fase in zijn leven heeft waarin ze alleen maar zorgen. En of dat nou voor andere mensen is, of voor het straatbeeld, of reddingswerkers, of wat voor vorm dan ook. Helpen, anderen helpen op voedingsgebied, op medisch gebied, op reddings, nou wat ik net al zeg. Om daar een soort van dienstplicht, en plicht klinkt al zwaar, want ik denk dat je mensen sowieso niet echt ergens toe moet verplichten. Per se. Maar dat mensen ervaren dat het heel veel oplevert voor de binnenwereld, hè, voor een mens zelf, qua genoegdoening en voldoening, waar mensen toch vaak naar op zoek zijn, wanneer je iets voor een ander doet. Dat je ervaart hoe het is om, laten we zeggen, vuilnis op te halen en het straatbeeld schoon te maken. Dus gewoon een dag lang propjes rapen of blikjes in vuilniszakken stoppen, al die zooi op straat opruimen. Nou, dat kan heel veel voldoening geven. En die ervaring alleen al, of oudere mensen helpen, of gehandicapten, of jonge kinderen, of weet ik veel wie. Als je iemand van dienst bent, en als mensen de ervaring krijgen om iemand van dienst te zijn, dat is een fundamentele ervaring die ik die echt van waarde is, denk ik, voor iedereen. En zeker ook in het onderwijs. Ja.
Zeker. Maar niet zozeer dienstplicht in de zin van, oké, we moeten allemaal een wapen in handen hebben en speedmarsen en over een hindernisbaan heen. Nou, dat hoeft voor mij niet per se, nee. Ik zie daar dat een meerwaarde niet van in. Is dat niks voor jou? Hoezo? Waarom lach je? Dat weet ik. Lijkt me niks voor jou, eigenlijk dienstplicht. Ik vind het echt heel raar wat je nu zegt. Ja? Ik ben sowieso tegen dienstplicht hoor. Ja, nee, oké. Okay. Ja, maar ik ben, je hebt het over defensief apparaat, of ik daarvoor ben of niet. Ik ben daar hartstikke voor. Okay. Ik ben er hartstikke voor, want ik bedoel van, je hebt het, met de laatste crisis heb je al gezien hoe we liepen te panikeren hier. Ja. Begrijp je? Dus ik ben daarvoor, maar dienstplicht, nee. Waarom? Nee, oké. Okay. Mensen denken van dus dat. Ja, precies op mijn 18e. Ik kreeg die brief binnen en volgens mij een paar maanden daarvoor werd dienstplicht afgeschaft. Dus anders had ik ook een jaartje moeten gaan. Wil jij type wat in het leger zou kunnen functioneren? Weet ik niet. Ik heb nog nooit in het leger gezeten. Nee, dat weet ik. Maar als je jezelf kent, zou je dan een type daarvoor zijn? Nee, oprecht. Ik weet het niet. Echt niet? Ik weet het niet. Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik weet niet hoe het is. Ik weet niet hoe het aanvoelt. En ik kan wel heel goed in teamverband werken. En ik zou me heel graag willen opofferen. En voor met de mensen met wie ik werk. Mm-hmm. Maar ik kan geen antwoord daarop geven. Ik weet niet hoe het is. Ja. Ik ken het defensief apparaat niet. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet hoe het aansluit op mijn karaktereigenschappen. Zeg ik van tevoren nee tegen? Dat zeg ik niet. Ik zeg niet nee tegen. En ik weet ook niet of ik goed daarop zou gaan als ik 18 jaar zou zijn. Ik denk wel dat... Ik weet het niet. Nee. Ik weet het echt niet. Ja, Bas, jij was 17. Ja, en het mooie, wat wel het mooie is daar, is dat je in een soort van mini-maatschappijtje gedrukt wordt. Precies, natuurlijk. Ja. Waarbij je met allerlei mensen uit het hele land, dus ook heel veel mensen uit Rotterdam. Ik kom zelf uit het Verre Oosten, met een flink accent uit Aalten kom ik oorspronkelijk. En dan kom je met mensen uit Rotterdam, uit Groningen, uit Amsterdam, uit Zuid-Limburg, allemaal bij elkaar op de kamer. Ja, je moet het wel even regelen met elkaar. Ja, en dat vind ik mooi inderdaad. Want ik ken heel veel mensen die wel in dienst zijn gegaan. En ze hebben allemaal gewoon echte maatjes voor lijf gevonden. Ja. En ze moesten echt rekening met elkaar houden. En dat is wat je zegt, de mini-maatschappij. En dat vind ik wel heel mooi, dat er gewoon vriendschappen voor het leven ontstaan. En als je kijkt naar de huidige maatschappij, rekening houden is niet iets wat gebeurt met regelmaat. Nee. Snap je? En dus dat vind ik wel heel nice. En daarom gaf ik ze net aan van ik weet het niet hoe ik daarop zou gaan. Want er zijn volgens mij heel veel afwijkende regels als je in dienst gaat. Omdat je gewoon rekenschap houdt met de mensen waar je mee werkt. Er zijn er regels. Ja. Dus waar mensen vaak ook in een tijd van hun leven zitten waarin ze heel erg op zoek zijn, denk ik dan, van wie ben ik en identiteit en welke waarden vind ik dan belangrijk. Welke ze dan meenemen van huis uit eigenlijk, maar ook zichzelf weer een beetje tegen hun ouders afzetten. Dus een beetje zoekende van wie ben ik dan precies en wat vind ik nou echt belangrijk. Dan hoef je daar iets minder over na te denken, want je krijgt eigenlijk gewoon een aantal waarden en kernprincipes opgelegd. Ja, en volgens die ga je gewoon, word je eigenlijk gevormd. Ja. En die werken over het algemeen goed om in teamverband samen te werken. Dus over het algemeen zie je ook dat veel militairen of mensen die ervaring hebben met militairen, dat ze daar wat aan hebben in de maatschappij. Dat je geen enkele diploma die je binnen Defensie haalt, dat je daar wat aan hebt in de maatschappij. Maar de eigenschappen die eronder schuil gaan, daar wel van. Tenminste, ik wel. Ja. Ja. Want je bent 17, je komt op de kamer met die Rotterdammers en die Amsterdammers en noem maar op. En word je dan wel, heb je dan met elkaar les of hoe ziet zo'n opleiding er dan bijvoorbeeld uit? Nou, toen ik kwam op bij de luchtmobiele brigade. Daar werden we met z'n allen opgehaald aan de achterkant van het station in Arnhem. Dan reden we met de 4-tonners, die trucks reden we naar Schaarsbergen. En dan ga je eerst door een hele molen van kleding. Dus dan krijg je in één keer 3 plunjebalen helemaal vol met zooi, met kleren, met uitrusting, met harnassen, met rugzakken. En dat je al gelijk denkt van wow, ben ik verantwoordelijk voor al deze spullen? En dan kom je op mijn kamer en dan leg je met 8 man op mijn kamer met allemaal een kast. En dan moet je dat allemaal natuurlijk helemaal perfect inpakken, die kast. En iedereen zit natuurlijk in datzelfde schuitje op dat moment van allerlei onzekerheden. Niemand weet precies van haal ik het wel of ben ik wel geschikt. Dus je krijgt al heel snel een beetje saamhorigheid om van het gedeelde... de gedeelde onzekerheid die je daar hebt. En daarnaast krijg je natuurlijk een programma wat bestaat uit lessen, gewoon in een klaslokaal. Ja. En buiten fysiek, op de hindernisbaan, op de sportvelden van de sport. En buiten in het bos. Dus je krijgt ook lesjes veldwerk, maar ook gewoon bivak in het terrein. En dat is gewoon
die eerste 3 maanden, wat dan de algemene militaire opleiding toen was. Daar wordt iedereen een beetje basismilitair gemaakt door een programma wat er is didactisch is opgebouwd tot en met het einde van die 3 maanden. En dan voor luchtmobiel toen de tijd zat er een vagel achteraan. Dat was de voortgezette algemene gevechtsopleiding luchtmobiel. En dan werd je 8 weken lang nog eventjes wat meer door de mangel gehaald, omdat het infanterie optreden was, lichte infanterie. Dus dat betekende heel veel lopen met zware rugzakken en, en iets meer een regime opgelegd om een bepaald tentenkamp. En daar werd het kaf van het koren toen gescheiden. En de mensen die daar uitkwamen, die ontvingen dan de rode beret. En daarna ging je met de mensen die overgebleven waren naar een parate eenheid. Ja. En die rode beret, staat die dan ergens voor een bepaald niveau of voor een functie? Of voor Die staat dus die staat voor de luchtmobiele brigade. Dus de luchtmobiele brigade is een lichte infanterie die luchtmobiel inzetbaar is. En dat is een wat zwaardere opleiding, omdat je dus ook met heli in principe wordt afgezet. En dat betekent dat je geen voertuig hebt waar je eventjes in kan stappen. Dus het betekent gewoon veel lopen. Ja. Dat is eigenlijk... Ik vind het echt super interessant. Je hoort kazerne in de Esch, Rotterdam de Esch. Die Marinierskazerne, de Van Gent kazerne? Volgens mij wel, toch? Ja. En ik woonde natuurlijk in Krimpen en ik reed binnendoor via de Esch. En in de ochtend reed ik altijd iets langzamer om te kijken of ze inderdaad aan het lopen waren. En dan vond ik die discipline vond ik gewoon zo nice. Dat je inderdaad gewoon gezagshebbers hebt die naast die groep liep. En ze pakten gewoon echt een kilometer om 7 uur in de ochtend. En dacht van, ja, weet je, dit is gewoon pure discipline. Ja. Gewoon puur discipline. En dat vind ik gewoon echt wel tof om te zien. Dit is, ik vind het waanzinnig tof om te zien. Ik wilde wat zeggen. Is het nou, dat wilde ik zeggen. Voor de luisteraars die luisteren en zeggen, is het twijfel nou om bij het leger te gaan of iets dergelijks. Ja. Is het gewoon voor elk niveau, wordt een niveauverschil gemaakt? Want stel dat je bijvoorbeeld je JAVO-diploma hebt gehaald en iemand anders heeft een VMBO-basis gehaald. Mm-hmm. Kom je dan in hetzelfde team of zit daar al verschil tussen? Ik weet niet precies hoe dat nu zit, maar over het algemeen kun je volgens mij met normaal onderwijs. Mm-hmm. Dat klinkt misschien alweer... discriminerend, maar kun je gewoon het leger ingaan. En ik weet dat voor het Korps Commandantroepen dat ze op een gegeven moment alleen mensen aannamen die het HAVO hadden gedaan. Ja. En ik weet niet of dat nu nog steeds is of dat nu MBO 4 is geworden. Maar er wordt wel verwacht dat je daar al in ieder geval een opleiding hebt gedaan of een vervolgopleiding of HAVO hebt gedaan. Volgens mij is dat nog steeds. En bij het KST is ook zo, als je daar aanmeldt, dan kun je weliswaar de selectiedagen doen. Als het nu nog steeds zo is, want het verandert voortdurend. Ja. Maar dan ga je eerst de luchtmobiele opleiding in. En dan als je de luchtmobiele opleiding hebt gedaan, dan ga je pas naar het KST om daar alsnog in de race voor de groene bocht te gaan. Zou je het de jongeren die twijfelen, zou je het aanbevelen? Dat kan ik eigenlijk niet... Het is gewoon te persoonlijk. Ja, het hangt heel veel af van wat iemand wil in het leven. Ik bedoel, als je niet zeker weet dat je echt commando wil worden... Ja, dan hoef je niet te beginnen, want dan ga je het gewoon niet halen. Nee. Dus er is wel echt een bepaalde commitment en betrokkenheid nodig. Wil je daar ook echt gaan slagen? Want anders doet het gewoon net even iets te veel pijn om elke dag nog te zeggen... Maar ik wil dit echt heel graag. Ja, precies. Ja. Ja, ja ik heb vroeger wel eens erover nagedacht. Zou jij het kunnen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik ben daar een beetje te gevoelig voor. Dus ben ik dan... moet je bepaalde keuzes maken en daar kan ik wel keuzes maken, maar op dit moment dan gaan er weer 100 scenario's door mijn hoofd voordat ik überhaupt dan een keuze heb gemaakt. Mm. Dus ik denk niet dat ik dat ik daar tegen... Maar ik zou wel graag die discipline willen hebben en dat mentale stukje... Maar ik heb het over toen je 18 jaar was. Toen je 18 jaar was... Nee, gespierde spijker. maar dan ga je wel weer, want dan lijkt het net alsof je of die discipline zeg maar van buitenaf wordt aangereikt. Ja, dus van als je daar komt, dan krijg je discipline. Zo werkt het dus niet. Maar dat is wel vanuit dat perspectief van dat alles maar van buiten op mensen moet komen om daar wat van mee te nemen. Maar ik bedoel, die discipline die komt echt van binnenuit. En dat heeft niks te maken met motivatie. Sterker nog, het is een gebrek aan motivatie dat discipline dan moet gaan oplossen. Je gym life. Ja, maar... we gaan gewoon door. Wat zei je? Ja, echt. Ik wil niet dat die grapjes worden gemaakt. precies. Maar daar wordt het natuurlijk wel... Daar is wel de focus daar natuurlijk meer op dan je... Als je het in je eigen tijd zou doen of iets dergelijks, discipline, toch? Daar wordt het je wel meer bijgebracht. Zeg ik dat dan wel goed?
Nou, er wordt een beroep op gedaan. Ja. In principe. En wat het makkelijker maakt, is omdat de rest het om je heen ook moet doen. Ja. Dus je zit in een soort van nieuwe peer group, waarin iedereen misschien aan het struggelen is, maar iedereen die helpt wat dat betreft elkaar ook een beetje. Of je wil niet onderdoen voor een ander. Hè, en dan ben je elkaar toch een beetje aan het optrekken. En voor je het weet zit je in een gemeenschappelijke overtuiging van, hey, dit doe je gewoon zo. Ja. Als hij daar ligt, dan ga je hem gewoon halen met z'n allen. Ja. Het is op een gegeven moment je eer te na om niet het maximale te doen wat dan nodig is om precies, de missie te behalen. Maar als je niet gevoelig bent voor die disciplinaire kaders, dan ga je het ook niet kunnen doen. Maar dan is de vraag, wil je het in het begin wel? Exact. En even terug op dat willen, want dat is dat vind ik lastig. Want je bent 17, 18 jaar en hoe kan je nou weten wat je al wil? Dat als de generatie van nu, hè, die moeten bijvoorbeeld bij ons gewoon een mbo-opleiding gaan uitzoeken. Nou, een handjevol weet zich, oké, ik wil verpleegkunde gaan doen of ik wil grafisch vormen. Maar heel veel weten het gewoon niet. Ja, maar ik vind die kids ook jong, hè. Ja, nou, daarom. Dus daarom zeg ik, hoe weet je dan op je 17e of 16e al wat je zou willen? Ik wist het in ieder geval nog niet. Maar jij wist het bijvoorbeeld wel. Niet zeker, maar het is ook... Maar daar ga je eigenlijk weer van, hoe kan dat dan nou dat we niet weten wat we willen? Omdat we daar niet echt de aandacht op hebben. Ik bedoel, de maatschappij is... En ja, zorg maar dat je er een goed plekje in inneemt dat werkt en dat functioneel is in het geheel. En waardoor je past in het frame dat er eigenlijk al voor je gemaakt is. En dan wordt er eigenlijk een beetje voorbij gegaan aan wat zou je dan willen? Hoe zou je willen dat het gaat? En als je het vanuit die kant zou benaderen en de maatschappij zou helemaal niet bestaan zoals die is, dan ben ik heel benieuwd wat er dan zou ontstaan. Ja. Want mensen willen echt wel wat. Dus als je, ga maar, loop maar, dan wordt heel duidelijk wat mensen willen. Ja, dan lopen ze daar namelijk naartoe. Alleen de vraag is, kunnen ze daar dan wel nu in deze maatschappij, kunnen ze wel doen wat ze willen? En dan wil ik ook niet zeggen dat iedereen maar altijd maar moet doen wat hij precies wil. Want de vraag is ook, wat mensen willen, is dat ook wel precies wat ze leuk vinden? Want je korte termijn wil en lange termijn wil. Uh-huh. En het lichaam, hè, dus je biologie die wat wil, die wil eigenlijk alleen maar eten, voortplanten, slapen. Eigenlijk die drinken, dat is ongeveer wat een lichaam wil. Ja. Alleen met jouw menselijke geest ben je wel in staat om lange termijn doelen te stellen. Uh-huh. En als je zegt van ik zou eigenlijk ergens wel militair willen worden, dan is dat een stip die je op de horizon kan zetten. En dan is dus je veerkracht en je mentale kracht bepaald dan of je daar nog steeds dat doel voor ogen kan houden op de momenten dat je dus pijn aan het lijden bent in dat proces om dat te halen. En dat is wat in een militaire opleiding, dat is ook precies wat we tijdens Special Forces Fifth eigenlijk meten. Oké, je wilt toch aan die eindstrip staan, maar nu doet het een beetje pijn en doe je net alsof je het niet meer wil. Maar dat is veerkracht. Van ben je in staat om op die momenten terug te keren naar je eigenlijke ambities en je eigenlijke intenties. Ja, ik word er een beetje stil van, want daar moet ik er weer over nadenken. Dat hoeft niet. Je hoeft er niet over na te denken. Nee, want ik vind het mooi. Je zet me aan het denken. Dat is positief. Dat is, Verwarring is de doorgang naar een nieuwe realiteit. Ja. Dus ja, okay, alles valt in staat daarmee, toch? En kijk, wat ik ook... Verwarring is de... Doorgang naar een nieuwe realiteit. En die staat al op genoeg tegeltjes, maar je mag hem er nog een keer op schrijven. Ja, met jouw handtekening eronder. Ja, Sorry, maar wat wilde jij zeggen? Ja, als ik ook kijk naar de vervolgopleidingen waar die kinderen uit kunnen kiezen, denk ik dat het aanbod wel echt heel beperkt is. Ja? Ja, vind ik wel. Oh, ik vind het wel groot. Ja, vind je? Ja, man. Je hebt tegenwoordig de VEVA, beveiliging, wat is dat? Je hebt heel veel koken, catering, grafisch lyceum, zorg, tuin, landbouw, ik noem dat tractorscholen. Creatieve opleidingen hebben natuurlijk ook. Je hebt je theater, je hebt zang. Is dat in de gidsen? Oké, dat trek ik mijn woorden nu bij deze. Ik wou dat ik dat vroeger had, want dan had ik 100% voor een sportopleiding gedaan. En jij had dan de muziek waarschijnlijk. Ja, dan had ik de muziekopleiding gedaan. Snap je? En ik vind dat echt. Ik ben ook een paar keer van die markten geweest. Ik vond dat echt gaaf. En de kinderen kunnen daar nog steeds niet uitkiezen? Nee. Dat is jouw ervaring. Ja, klopt. Klopt. En dan komen ze bij mij bijvoorbeeld advies vragen. We hebben natuurlijk een decaan die dat in principe moet regelen. Dus ik zoek haar eventjes op, maar ik kan vanuit mijn rol wel een beetje kijken wat bij jou past. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een leerling die wil anatoom-patholoog uiteindelijk gaan worden. En wat hoort er dan? Wat kost daar een voorloper van?
Nou, zijn we gaan kijken. Nou, dan gaat ze nu een opleiding doen met biologie laborant, zeg ja. maar. Daar gaat ze mee starten. Mm-hmm. Dat is een MBO niveau 4. En vanuit daaruit gaat ze dan... Maar ja, dat vind ik dan ook heel tof. Dat is wel specifiek gelijk. Ja. Ja, maar dat vind ik wel heel tof. Want het is niet een opleiding zeggen, oké, dat kan je gaan doen, dat past. Nee, dan ga ik met haar kijken, wat valt er in je straatjes. Dacht zelf misschien verpleegkunde of zo, hè? Dat zou er misschien ook nog. Maar ja, ik zie jou niet bij een ziekenhuisbed staan of zo. Daar ben je gewoon te mieden voor, zeg maar. En nu kwamen we samen te zoeken. En laatst had ze dus proefdag gehad, proefstuderen ging goed. Ik zei, ben je nou aangenomen, weet je het dan? Nee, ik heb niks gehoord. Ik zei, kom, we gaan samen bellen. Pak de telefoon, joh, ik ben docent, we zitten hier nu naast me. En ja hoor, ik ga nu even kijken. Oh, ik was toevallig gingen we vandaag mensen bellen. Toevallig, maar ze is aangenomen hoor. Dat geeft mij heel veel voldoening. En voor haar vind ik dat ook heel tof. Want ik had het vroeger nooit. Ik ben boekhoudkundig medewerker gaan doen. Ja, jeetje. Ik weet het niet meer. Ik denk dat je kan de keuzehoeveelheid wel omhoog gooien, maar dat wil ook niet zeggen dat dat makkelijker wordt. Nee, absoluut niet. Moeilijker kiezen. Dat wilde ik net zeggen, want het is gewoon echt een big deal voor die kinderen natuurlijk om een studie te kiezen. Ja, die denken dus dat ze, als ze dit kiezen, dat ze dit de rest van hun leven moeten doen. Ze moeten natuurlijk bij ons op de middelbare school, moeten ze ook al een richting kiezen. Gaan ze bouwen, wonen, interieur doen, of produceren, installeren, energie, de motorvoertuigen, zorg, economie. En check hoeveel leerlingen een andere richting kiezen op het MBO. Maar ik denk dat vooral het idee dat het echt super belangrijk is, dat dat er vanaf moet. Want kies iets en ervaar het. Waarschijnlijk heb je niet het beste gekozen en dat ga je ook nooit kiezen. Mm-mm. Maar doe datgene wat je dan kiest het best. En als je dat dan niet leuk vindt, ja, dan komt er wel weer wat anders. Ja, de competentie iets het best doen, whatever het is, is vele malen belangrijker in de realiteit dan precies datgene doen wat je wil. Hè, waar je misschien dan toch niet helemaal achter gaat komen. Ja, exact. En, dat is het ook. Ja, dus doe gewoon iets en doe daar je best in. Want dat is uiteindelijk wat een werkgever ook wil zien. Ja. Want daar doe je waarschijnlijk ook niet altijd precies wat je wil. Die heeft liever dat je gewoon datgene wat je doet, dat je dat gewoon op je best doet. Ja, precies. Als jouw kinderen, Bas, uiteindelijk voor een keuze staan, wat geef jij ze dan mee? Voor een opleiding te kiezen bijvoorbeeld? Zo min mogelijk. Ja? Ja. En waarom? Omdat ze dat, ik gun ze die ervaring zelf om daar even of mee te struggelen. Of ik zeg hooguit, ja, kies wat ik nu zeg. Kies gewoon iets en doe dat gewoon goed. Naar behoren. Ja. En dan zie je wel, joh, het maakt niet zoveel uit wat je kiest. Nee. Gewoon leef gewoon. Dus leef meer dan dat je jezelf helemaal vastdenkt in hoe moet ik het eigenlijk precies het best doen. Ja. Leef gewoon en ervaar het en dan ben je er het snelst achter. Ja, want al die wijsheid die jij nu hebt, geef je die ook mee? Of is het ook een proces dat ze dat zelf moeten gaan ontdekken? Ja, ik kan het hooguit voorleven. Mm-hmm. Want daar kijken ze dan toch naar. Ik kan het heel mooi conceptueel vertellen, zoals ik het hier ook doe. Ja. Maar als ik het zelf niet naleef, dan is het ook leeg in die zin. Dus ik hoop dat ik een beetje kan rolmodelleren voor ze. Maar vooral dat ik niet voorschrijvend word. Want zeker in die fase waarin ze dat moeten gaan kiezen, dan gaan ze dat juist niet omarmen. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Of wat er zeker is, maar wat wel een beetje de trend is, dat ze zich op een gegeven ogenblik gaan afzetten. Afzetten. Mijn oudste dochter die wordt bijna 12 en dan begint dat proces ongeveer. Ja goed, dan kan ik beter maar gewoon gedrag laten zien. En dat ze dan toch ergens denken van, oh, zo doe ik het. Ja. En zo niet, ook oké. Okay. Want zij leidt uiteindelijk haar eigen leven. En die andere kinderen ook. Ik ben van doorgeven. Maar het is toch wel badass als jij haar vader bent, toch? Of niet? Als die ooit met een vriend thuis komt. Ken jij mijn vader? Of niet? Moet je even kijken, moet je even googlen. Daarom in de gym blijven ben. Ja. Nee, tof. Hey, we gaan langzaam richting het einde van aflevering nummer 2, episode nummer 2. Bas, wat is jouw ervaring tot nu toe in deze twee afleveringen? Ja, gezellig. Gezellig even kletsen. Ook wel een beetje twee verschillende onderwerpen. Ja. Of twee verschillende. De nadruk lag even wat anders. De tweede was wel iets meer ontspannen. De eerste ging best wel serieus over, dat kwam ook door mijzelf, over veerkracht en adaptiviteit en het onderwijs, dat er toch dat er misschien wel in mijn ogen wat verbeterd zou, veranderd zou Zeker. Kunnen worden. En dat die mening deelden jullie volgens mij ook. Ja, en nu hebben we wat meer over familie en gezin gehad. Mooi.
Gezellig. Ja, zien we de mens achter de commando een beetje. Ja, dat kan ik beter aan jullie vragen. Zien jullie een beetje de mens achter de commando? Maar dat was de eerste rit ook al wel, denk ik. Ja. Toen ik je voor het eerst zag, ben ik een beetje bang voor je. Maar nu ik je beter leer kennen, vind je gewoon heel wijs. Je zegt heel veel dingen die mij aan het denken zetten. Dat vind ik heel mooi als mensen dat kunnen. Dat kunnen niet zo heel veel mensen. Dat is toch zo. Nee, dat is, vind ik echt heel waardevol dat je dat op die manier brengt. En ik denk dat het echt ook leuk is om naar te luisteren. En wat ik probeerde is inderdaad ook twee verschillende podcasts neer te zetten. De eentje wat serieus inderdaad, ja. Met heel veel informatie waar je dan inderdaad over na kan denken. En dit is wat iets meer de mens, zeg maar. Leuk, man. Ja. Mooi van jij? Dan moet je even je mening geven over wat nu natuurlijk. Hij wil gaan trainen. Ja. Nog een keer. Wat mening geven over... Over Bas, wat vond je ervan? Wat hij zei, aan zijn aanwezigheid... Ja, ik stond wel... Je moet wel de duidelijke vragen stellen, hoor. Ja. Ik stond wel aan. Vooral die eerste aflevering stond ik echt aan. Oh, de tweede dus niet. Nee. Daarom, jongen. Jouw grappen, die komen niet altijd helemaal goed aan. Nee, de eerste aflevering stond ik echt aan. Omdat je kon linken aan heel veel theorieën, wat je zei. En dat vond ik wel heel tof. En ik twijfelde heel erg van, zal ik ook mijn inbreng doen? Maar ik dacht van, ja, ik laat je gewoon praten, want ik vind het super interessant. En als ik het terugreis, dan kan ik het nog zeker koppelen aan heel veel andere dingen. Omdat ik zelf ook nog bezig ben met dingen uitschrijven natuurlijk. Ja, en tweede was gewoon mooi, omdat ik altijd dan denk aan mijn eigen dochter. Ja, daar ben ik wel heel erg gevoelig voor die dingen. Ja, nou precies. Dus dat vond ik wel echt heel tof. Ja, het is een verrijking van. Ik bedoel, we zijn allemaal dan vader. Dus dat is echt wel een fundamentele verrijking van het leven. Ja, ja precies. Mooi. Mooi man. Ja, hij was super bedankt. Jullie bedankt. Voor je aanwezigheid. Marv, jij natuurlijk weer bedankt. En Bas, we hebben het laatste woord. Heb ik weer het laatste woord? Ja, maar nu mag je niet hetzelfde zeggen natuurlijk. Nee, net. Dat begrijp ik. Dus je krijgt nu nog 30 seconden over na te denken. Ja. Luisteraars, je kan ons natuurlijk vinden op Instagram, klasse.podcast. Je kan ons vinden op TikTok, klasse.podcast. Zijn we op TikTok? Mooi, jij ligt onder een steen. Nee, ik maak een grapje. Nee, maar, mocht je vragen hebben of mocht je in contact met ons komen, klasse.podcast@gmail.com. Nou, Bas heeft een hele mooie website. Mocht je met Bas in contact willen, dat is... Baskremen.nl en binnenkort www.switchedon.com. Daarop leer je eigenlijk vaardigheden die we achter de schermen ook aan de kandidaten leren. En die sowieso nuttig zijn in de huidige maatschappij. Ja. Deels militaire vaardigheden in het mentale, fysieke en sociaal-digitale domein. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, www.switchedon.com.nl. Al die sites en je komt er wel. Kijk, nou ja, heel tof. Je hebt nagedacht? Of ga je gewoon even freestylen? Ik doe wel even freestylen. Even freestylen inderdaad, ja. Marv, nogmaals dankjewel. Lieve luisteraars, allemaal bedankt. En het laatste woord is voor Bas. Nou, Marv en Ben, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En ik wens jullie heel veel succes met jullie podcast en alles wat jullie daarna gaan doen. Want jullie gaan ook allebei wat anders doen. Heel veel succes daarmee. Veel welzijn en progressie toegewenst. En veel veerkracht en activiteit voor jullie en jullie luisteraars.